12 Nederlanders op avontuur in Portugal. Samen moeten ze opdrachten doen. Elke opdracht die slaagt, levert geld op voor de pot. Een pot die kan oplopen tot meer dan 250.000 euro. Eén van hen is een saboteur die er alles aan zal doen om de opdrachten te laten mislukken. De mol. De kandidaten moeten deze saboteur ontmaskeren. Elke 2 dagen is er een test over de identiteit van de mol. Degene die deze test het slechtst maakt, moet onmiddellijk naar huis. Er is uiteindelijk maar 1 iemand die het geld wint. Degene die het antwoord weet op de vraag: wie is de mol? Mijn naam is De Jong, Erik. Meneer De Jong. En waar gaat hij hier naartoe? Geen idee. Geen idee. Oh. Ik heet Erik. Erik De Jong. Ik ben tuinman. Dit is mijn beroep. Wat ik dan doe is, ik leg siertuinen aan en ik onderhoud zo. De mol. Waarom wil ik meedoen met de mol? Omdat het me zo spannend lijkt om met een groep mensen een leuk spel te doen. Kaan Konings. Ik ben Kaan Konings. Ik ben 33 jaar. Ik ben assistent cardiologie in het Catharine ziekenhuis. Ik vlieg naar Oporto naar Portugal. Gaaf. Ja. Nou, even kijken. Ik ga nu naar de eerste hulp. We hebben een patiënt gekregen die heeft een ritmestoornis. De meeste bekend, dus we zien hem vaker. Dus ik ga eens kijken of ik, wat ik daar aan moet doen. U bent meneer? Langenberger. Meneer Langenberger. Zou ik uw paspoort mogen zien? Ik ben kok en daarnaast ben ik beeldend kunstenaar. Mijn kok is om de huur te betalen. Alsjeblieft, ik zal niet langer in spanning houden. Je vliegt naar Porto, naar Portugal. Porto, oké. Okay. Ja. Mijn meest gelukkige momenten die vind ik in het tekenen. Dus de momenten dat ik teken. En daarnaast heb ik ook een grote hekel aan werken. Ik vind het heel oneerlijk dat ik moet werken. Ik zeg altijd, werk steelt mijn tijd. Dus het steelt mijn tijd omdat het me van het tekenen afhoudt. De Boer. De Boer. Ik ben Jantine De Boer en ik ben 35 jaar. En ik heb me opgegeven voor de mol, omdat uit een beetje uit dwarsigheid. Ik vond het wel leuk om iets heel raars te doen. Jeroen is mijn man en Meijer is mijn oudste zoon. Mensen denken dat ik niet kan liegen, maar ik kan het heel goed. Prins Heilige. Ik ben Prins Heilige, ik ben 26 jaar oud. En ik werk hier op de Montessori School De Kleine Prins. Dat past perfect bij mijn naam. Ik vond het echt een spel waar je dus ja, jezelf ook tegen zou kunnen komen. En ik dacht, nou, dat is wel iets voor mij. Ik ben John, ik ben 27 jaar. En dit is mijn zoontje Bram. Nou, 's morgens om 9:30 dan begin ik hier met mijn winkel. En dan zet ik hier heel de stoep vol met rommel. Dan ben ik zeker 1/2 uur mee bezig. Want ik heb gewoon te weinig ruimte. Dit is mijn vrouw, dit is Maya. Hallo. Daar ben ik helemaal gek op. En dit is kleine Stijn. En ze zeggen allemaal dat hij op mij lijkt. En dat neem ik graag aan.